Hoi, ik ben Alida van het Veldhuis en ik wil je graag meenemen in de 30 dagen challenge. Dat is een challenge die 30 dagen duurt, waardoor je elke dag zeg maar een vlog gaat maken. Zodat jullie een beetje een idee hebben wat mijn leven in Drenthe inhoudt. Een van de eerste dingen die we hebben gedaan sinds we hier in Drenthe zijn komen wonen, is het gasverbruik terugbrengen. We zaten op ongeveer, ik geloof 20 kub gas per dag. Dat hebben we teruggebracht door middel van pelletketels. Ja, geweldig. Op een buffervat van 1000 liter zorgt het ervoor dat ons hele huis warm is. Nou, het leuke is natuurlijk dat we paarden hebben. En die paardenmest, wat er vanaf komt, die hebben we omgezet in pellets. En die pellets die gaan nu de kachel in. Zoals jullie kunnen zien zijn dit de mestpellets die een uur geleden gedraaid zijn. Ondertussen zijn ze uitgehard en klaar om gedraaid te worden. Mesmerizing. Je ziet nu het vuur ontsteken in het brandenbakje van de pelletkachel. Nou, dan leggen de pellets van paardenmest. Hoe mooi is dat? Oh, dat is trouwens de haan Hugo die je hoort. Het buitenlevengevoel. En dit is de as die van de pellets afkomt. En deze as is uitermate geschikt om weer op het land terug te plaatsen als zijnde bemesten. En dan hebben we eigenlijk het hele cirkeltje weer rond. Van gras naar paard, van paard naar mest, van mest naar mestpellets. Ondertussen hebben wij er natuurlijk flink warmte van. En dan de as gaat weer terug het land op, waardoor het gras weer super mooi kan groeien. Kringloop van het leven, super. Ik ben er zo blij mee. Nou, dat was de introductie van de paardenmestpellets. Ik hoop dat jullie een leuke inkijk hebben gehad in het zelfstandig leven van Drenthe. En graag tot de volgende keer. Doei doei!